Lilian Ferrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, benadrukte bij de boekpresentatie van Ismene Krishnadat dat Surinaamse boeken belangrijk zijn voor onze kinderen en herkenningsmomenten bieden die ondersteunend zijn in het leerproces. De herziene kinderboeken Seriba in de Schelp, Het Vrolijke Mierenmeisje en Bruine Bonen met Zoutvlees zijn op zaterdag 30 juni in boekhandel FACO gepresenteerd. Het dorp Galibi met zandstrand en schildpadden vormt de setting in het boek Seriba in de Schelp. Een kind dat het boek heeft gelezen zal dit herkennen tijdens de lessen aardrijkskunde en natuuronderwijs. Shireen Seugobind van boekhandel FACO vindt dat het lezen van jongs af aan gestimuleerd moet worden. Het leesonderwijs is een van de fundamenten van taalontwikkeling. Vanuit het publiek werd aan de minister gevraagd waarom het kinderboekenfestival niet meer wordt gehouden. Het festival dat jarenlang een stimulans geweest is voor het leesonderwijs en de productie van kinderboeken. De minister gaf aan dat de overheid zich graag wil aansluiten bij particuliere initiatieven. Ferrier is daarom blij met Surinaamse schrijvers die kwaliteitsboeken produceren. Ook de rol van de boekhandel als schakel tussen lezer en schrijver is niet te onderschatten.